Wat is het dan? Oké. Kerel. Ja. Ja, ik kom niet verder, schatje. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Hoe toevallig. Ja. En het is vandaag vrijdag 15 januari 2021. En het is nu, mag ik niet liegen, 13:48. Ja. Roderick is er ook al. Ro is bezig met eten. En wat we allemaal gaan doen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, mensen. We krijgen zometeen een logé voor het weekend. En jullie kennen hem eigenlijk al via Bigo. Maar hij vroeg al van, ga je nog vloggen het weekend? Als ik er ben, ja natuurlijk. Oh, yes, daar ging ik al vanuit. Ja. Dus dat, ja. We gaan hem gewoon zo meteen ophalen en van het Centraal Station. Dat weet hij al. En ik ga nog niet zeggen wie het is. Dat zien jullie zo meteen vanzelf. Ik ben mijn schoenen aan het aantrekken. Eventjes zo meteen water aan de beestjes, hondjes geven aan de beestjes. En dan gaan we ook zo meteen die kant op. En even contact houden met hem. En waar hij is en hoe hij moet lopen zo meteen. Want ik denk ook niet dat hij dat helemaal goed weet. Dus, en dat weet Ro dan wel weer. Want hij weet weer van de route en de rand. Hoe mensen moeten lopen. Maar wij gaan gewoon lekker aan de voorkant staan. Want we mogen niet staan waar de bussen staan vanzelf. Nee, dat lijkt me niet handig. Nee, zo meteen schat. Niet nu. Ik ben nu even aan het filmen. En ik heb nu net dat op. Dus... doe dat gewoon weer voor mij in de koelkast alsjeblieft. Heel graag, dankjewel. Dus jullie zien hem straks in de auto. En voordat jullie hem zo meteen zien, zien jullie ons wel weer zo meteen. Wat is het dan? Wil je dat zo vasthouden? Anders kijk ik stond er niet. Hi schat, blij ei. Hoi, ja. Hoe is het? Lekker. Ja, dat is een camera schat. Dat is Storm, hè? Ja! Kom jij er ook weer eens op? Hé? Hey. Kom, we gaan lopen. Kom je er ook weer eens op? Nou, we zitten lekker in de autototje, zoals Ro dat zou gaan zeggen. Oh, en ik heb het koud, moet je voelen, schat. Moet je voelen. Lekker warm, ja. En we hebben iemand. Praten ze alvast? Ja. Ja. Wie zou dat nou zijn? Ja. Mystery Dad. Ja, precies, inderdaad. Ik ga nog niks zeggen. Jullie zien hem vanzelf wel in de vlog. Ja, het is dus. Mr. E-Guest. Ja. Dus jullie zien hem vanzelf wel voorbij komen. Ik ga nog lekker niks te klappen. Dus ik hou de spanning er lekker in. Ja, als het een vrouw zou zijn, zou het anoniem zijn. Ja, prima. Wat jij wil, schat. Wat jij wil. Wat jij wil, schat. Prima. Nou, mensen en die hem kennen, die horen het al gelijk wie het is. Maar ik zeg nog helemaal niks. Wat ik dus net al zei. En daar hou ik het nu even lekker bij. Jullie zien hem sowieso, hoop ik, vandaag. Maar ik zeg nog helemaal lekker niks. Zeg maar ook, zeg maar niks. Zo, en wie hadden we hier nou lekker zitten? Een schoothondje. Ja, die zit echt serieus bij Ro en bij mij. Hoe dan? Hoe krijg je dat zo voor elkaar, hè? Zeg maar, ik kijk dingen af van mijn zus. Altijd hè, pootje geven, hè? Altijd pootje geven, hè? Altijd, hè? Is leuk, hè? Ja, heel lekker. 1, 2. Zo. Ik ga nog even een vlogje editen. Ik ben net gebeld en door mijn begeleidster Karen, yes. En we hebben nog steeds bezoek. Hij komt vanzelf wel in beeld. Komt helemaal goed. Stem was al in beeld. Kijk, die stem hebben jullie nu alweer een paar keer gehoord, dat is leuk. Maar wie zal het wezen? Ja, ja. Verrassen. Weet je het al? Laat het vooral even weten hieronder in de comments. Mr. E-Guest. Ja. Mag ik nog een bakje thee van jou? Nog een bakje?
Nee, ik wil nu graag een bakje thee van jou. Dan kun je deze gelijk meenemen. Ja. En die voor vanavond even gewoon. Ja, dat is lekker mee. Dat is lekker. Dat is mijn avondeten. Ja, prima. Wat jij wil. Die vent van mij en die sport niet. Nee. Maar, zal het nou een vrouw zijn of een man? Nou, wat zal het zijn? Mystery guest, ben jij een man of een vrouw? Ja. Geen van beiden. Nou, dan weten jullie dat even. Geen van beiden. Zo. Wat lig jij hier, lief? Nee, nee, nee. Blijf. Dit vind ik zo mooi. Hè, berggeit. Hé. Hey. Kijk eens. Wees een cookie. Wees een cookie, lady. Ja, dat is bezoek. Ja, dat klopt. Dat is bezoek. Lady, zometeen cookie voor mij? Vrolijkje? Oh, toen kwamen nog twee. Hé, hey, koekje. Oh, wauw. Hallo, wat ben je lief. Ja. Ja, wat ben jij lief. Ja. Zo, we zijn even bij Roos in huis geweest. Want Rodi moest nog even een boekje hebben die ik ook gisteren in heb geleverd. Helemaal perfect. Dat en dat is allemaal andere, maar het is wel een boekje. Van de Jumboot. Jo, jo, de. En de Mystery Guest is ook gewoon even mee geweest. Eventjes aan het oude Nelen geweest. Ja. Is leuk. Dus ja. Maar wanneer zou die nou in beeld komen? Weet ik niet. Nee. Ik weet ook niet waar die loopt. Misschien helemaal niet. Nee. Maar hij kan zich wel af en toe laten horen. Toch, ja, schat? Ja, dat kan. Dus ja, het is dat. Hou je nog een beetje van ikken? Nee. Niet? Hou we zo. Nee. Mooi zo. Goed zo. Top. Wauw. Wat? Echt lief, altijd. We zijn altijd lief tegen elkaar. Altijd. Toch, schat? Ja, zal wel. Zal wel. Wauw, zal wel. Wauw. Nee. Nou ja, dus dat is Ro. En dat weten jullie, hè, hoe die is. En nee. Ik ook tegen hem. Nee. Nee, nou dan niet chagrijn. Nee. Niet. Gewoon nee. Da. Oké. Kerel. Hi. Ja. Ja, ik kom niet verder, schatje. Ik kom niet verder, schatje. Hi, schat. Hi. Ik heb het gehoord nu net. Ja, maar daarom film ik hem ook nog even voor je, schat. Dat weet ik en dat het mag van je. Mag jullie? Dat weet ik. Hey, wil je een knuffel hebben van mij? Wil je even een knuffel hebben? Hoi. Hey. Hm? Ga je naar binnen? Kom maar eens op. Eindelijk. Ik zet hem tot dan. Drink. Ik heb wel een spek. Ik kwam lang, doe ik niet in slapen, maar het moet. Nee, is goed. Het is oké, vent. Ga maar lekker naar binnen. Goed zo. Ik heb niks doe in benen. Hij is niet op de Het is oké. Blanca. Zo. Zo, ik ga even lekker lekker filmen. Vind ik leuk, vind ik grappig. Ja, en ik ga eerder naar boven. Vind ik leuk, ook leuk, grappig. Ook leuk, helemaal leuk. Dan ben ik sneller bij de auto of ben ik niet sneller bij de auto? Ja, ik ben sneller bij de auto. Hartstikke mooi. Ik wel. Omdat ik dat leuk vind. Waarom vind ik het leuk? Omdat ik het gewoon leuk vind. Gewoon eerder bij de auto zijn. Dat is leuk. Ja. Ja, even nog extra gas geven. Goed zo. Helemaal goed. Autosleuteltje. Autosleuteltje. Dat is helemaal leuk. Dat is helemaal grappig. Helemaal leuk.
En ik ben alweer bij de auto. Kofferbak openen. Die openen. Ik moet hem even inspuiten. Aha. Ik moet hem gewoon even inspuiten. Ja, en ik ga hem even hier opruimen. Het is hier ook één grote bende hier. In de achterbak. Ik hou van opruimen. En Ro niet. En ik lekker wel. Wat is het probleem? Niks hoor. Niks. Ik wil nou net op mijn probleem niet zijn. Zo. Even zo. Top. Hoi. Leuk hè? Want? Het is altijd leuk, toch? Echt grappig. Dat is handig. Niet dat ik het erg vind, maar ze wil die meerdere keer houden. Ik geloof nog wel, ja. Kijk, meer podcast is weer wat anders. Huh? Wat zei Schut? Wat je aan het filmen bent, dat kan altijd. Maar wat je op YouTube plaatst, dat kan wel die erin zitten. Ja. Weet je niet? Nee. Huh? Wat? Nee. De camera alleen die moet nog even goed aangesloten worden. En dat is het enigste. Oké. Omdat ik jou je achterraam heb geleerd. Nou, dat, en dat is voor, en voor auto's die, zo'n lekkere LED-verlichting hebben. En dat is vervelend. Ik weet wel dat je een percentage hebt, hè? Dat jij... Nou, hier, en hier kunnen we nog makkelijk door en doorheen kijken. Kijk maar. Hartstikke mooi. Yes. Ze kunnen het namelijk heel goed doen. Die had je niet in de gaten. Oh, wat. Die had je niet in de gaten. Hij is mooi geel. Hij is mooi geel en het valt tenminste op. Nou, zo, pats. Rietveldgeel of Calimero-geel? Calimero. Iep, hoi. Dag Jumbo. Dag Mediamarkt, alleen jullie zijn dicht. Hey. Nee, ze zijn niet dicht. Nee, maar voor de buitenwereld wel. Ja. Hoog hè, nu hè? Ja. Mooi. Naar de wie? De rot. Mooi, dat is fijn. Naar de rot. Zo, nou daar zijn we weer. Het is al inmiddels 10:00 in de avond. Ja, jullie zien al een schouder van diegene. Ja, jullie hebben hem al gezien heel snel. Als jullie hem ook goed hebben kunnen zien. En bij de auto, weet ik niet heel zeker. Maar nu heb ik dus een klein, mini discussietje met Ro over een worst. Ik laat het zo, want ik vraag dus aan Ro van wil je eventjes een worst uit de koelkast pakken. Dus wat doet Ro? En Ro die pakt een worst. Dus ik zeg nee, niet die worst, maar die andere worst. Nou, dus ik laat jullie het even zien en ik wil het ook gelijk kijken van welke worst is nou de langste. Dus dan ga ik hem ook uit de verpakking halen. Niet de dikste, maar de grootste. Dat is Ro, nou die weten jullie. Oké, nou dan hebben we hier dus een mooie braadworst, fijn. Ja. Mondkapje. Hoe doe je? Corona-vrij. Wauw. Hier een lekkere dikke worst. Nou, dan ga ik hem even, eerst even. En dan heb je hier een. Ja, wil je eventjes deze vasthouden, dank u? Dan haal ik deze worst er even uit. Ja, even geduld. Een lange worst. Nou, ik weet het niet, maar doe hem eventjes even neerleggen, alsjeblieft. Deze ook even zo. Nee. Ja, gewoon even neerleggen. Zo, ja. Nou, ik weet niet hoor, maar deze is toch wel langer. Welke is groter? Die is langer, maar die is dikker. Ja. Die is dubbelvoud. Ja, maar wil je hem dan eventjes vasthouden, want ik zit met die bord. Ja, heb je nu weer een grotere worst of een kleinere worst? Voor mij is die dan kleiner dan deze. Geen idee. Nou, ik zou zeggen, laat het even zien. En doe dat ding af.
Doe dat ding af. Dan ben je er wel te verstaan. Ja, nou, vertel. Nou, vertel. Doe eerst even die weer even terughangen. Ja. En praat dan even normaal. Dank u wel, graag. Kijk, deze mast is groter dan die, hoor, volgens mij. Want deze is wel langer. En die is dikker. Dus als je dubbel valt. Kijk, dubbel vallen. Dat is echt lang. Dat is echt lang. Korter zelfs. Maar ook minder dik. Ja, nou en? Kleiner. Nee, maar Emma, hij is wel groter. Na. Ja, maar als je dit in stukjes snijdt, heb je ook een langere worst. Dus ja, daar. Daar die worst. Zo, kijk, zo twee. Twee te lang. Hé? Ik heb niet veel te dikke wil. Kijk eens.